Deze week in Ede TV Nieuws. Bezuiniging openbare ruimte, gemeente Ede van de baan. Ik wens heel Ede genieten van de pracht die we hier hebben. En Bennekom wil gelijke monniken gelijke kappen. Ik denk dus dat we dezelfde openingstijden moeten hanteren als dus in het centrum dus van Ede. Het is één grote gemeente is het. En er wordt geoogst op de trapakkers. Daar zijn we bijna mee klaar. We zijn even een rustpauze hebben we er nu tussen. Dit is Ede TV Nieuws. Het is vandaag maandag. Is er overeenstemming over de zondagsopening van de ondernemers? Nou, in ieder geval duidelijkheid. Het is natuurlijk de eerste twee zondagen een beetje onrustig geweest, een beetje onduidelijk. Een aantal winkeliers heeft gekozen om iedere zondag open te gaan. Dus die zijn ook meteen begonnen na het besluit. Een groot aantal moest zich nog even bezinnen of moest in ieder geval gaan plannen. Want er is ook nog een personeelsprobleem wat af en toe opgelost moet worden. Maar intussen is er een enquête uitgegaan vanuit de SBE. Daar heb ik tot een uurtje geleden uitgebreid aan zitten turven. En ik kan zeggen dat er een heel duidelijk beeld is ontstaan. En daar ben ik heel erg blij om. Het beeld is dat ik van de dik 300 enquêteformulieren heb ik toch een goede 70% heb ik teruggekregen. En van die 70% is 2/3 neigt heel duidelijk of wil heel duidelijk naar een laatste koopzondag per maand. Oftewel 1 per maand op de laatste zondag. Is er voor de consument een typering te geven wat voor soort zaken iedere zondag open zullen gaan? Nou, het is best verrassend. Ik bedoel, er zijn een aantal type bedrijven, zoals supermarkten, bouwmarkten. Maar daar hebben we dan, tenminste voor bouwmarkten, wat minder mee te maken in het centrum. Maar goed, het geldt voor de bebouwde kom Ede. Dus ik heb het er ook maar even over. De supermarkt is heel duidelijk. Mediamarkt, ja, dat heeft ook wel de uitstraling van open gaan op zondag. Dus in die zin zijn er toch wel meestal bedrijven van landelijk formaat. Die dat door hun eigen publiciteit al redelijk goed kunnen uitstralen. Heb ik ook, denk ik, nou, of daar heb ik helemaal niet zoveel moeite mee. Want die dragen dat wel uit. Wat voor mij belangrijk is, is dat de grootste gemene deler, en dat betekent al die ondernemers in Ede Centrum, een duidelijk bericht achterlaten. En dat bericht is geworden de laatste zondag. Er is een duidelijke toezegging dat in ieder geval tot na het zomerreces vrij geparkeerd kan worden op de pleinen en de straten, dus de gemeentelijke parkeerplaatsen. Q-Park heeft op eigen initiatief de garages opengesteld voor de zondag, maar dat tegen tarief, dus tegen betaling. Hoe zorgt u ervoor dat de saamhorigheid behouden wordt? Ja, dat is een oproep. Ik kan hem alleen maar 100 keer herhalen. Ik geloof niet dat een koopzondag georganiseerd is geworden om anderen te irriteren. Ik weet dat het in sommige kringen en bij sommige mensen gewoon best wel tot emotie roept. Ik heb het aan mijn lijf ondervonden. Ik vind het jammer. Ik denk dat we, als wij ons vergelijken met de rest van Nederland, dan zeg ik, dan hoeven we helemaal geen voorloper te zijn. Maar moeten we ook niet de enige gemeente zijn die straks nog steeds potdicht zit op zondag. Ik geloof, en dan denk ik echt in het algemene belang van Ede Centrum. We streven naar een levendig centrum. Nou, daar hoort dit ook bij. En dat doen we in alle respect voor allerlei overtuigingen. De zondagsopening is door de gemeenteraad mogelijk gemaakt voor alle winkels, bouwmarkten en supermarkten in de plaats Ede. De wijze waarop de politiek tot een besluit is gekomen is niet voor iedereen positief. Dat referendum vind ik een lachertje, eigenlijk. Want de heren hebben gewoon beslist om toch 52 zondagen open te gaan. Ondernemers aan de Parkweg en de Stadspoort waren duidelijk in hun keuze voor de zondagsopening. Nee, ik ben 6 dagen in de week ben ik los, van 8 tot 6 vind ik genoeg. En ik werk alleen. Zoals het er nu voor uitziet, hebben wij zelf zoiets. We zijn er geen voorstander van. Dat heeft puur te maken, je bent een kleine ondernemer. Je werkt al 6 dagen in de week. En dat zijn ook gemiddeld dagen van 12 tot 14 uur. Dus om dan nog een 7e dag erbij te gaan. En dan kun je wel zeggen, ja, leuk om personeel in te zetten. Maar die dames hebben ook de rust nodig. Mocht het zo zijn dat concurrenten opengaan, of conculega's noemen wij het. Dan ga je op een gegeven moment anticiperen natuurlijk. Wij gaan niet op zondag open. En wat is de reden? We zijn al 5 dagen in de week open. En wij hechten heel veel waarde aan de zondagrust. Dat er andere winkels open gaan, prima. Maar wij doen het niet. Nee, wij niet. Geldt dat voor alle blokkers in Ede dat ze gesloten zijn op zondag? Nee, in het centrum zijn ze open en op de Keesomstraat bij de Albert Heijn XL. Ik zou het heel fijn vinden om 1 keer in de maand een zondag open te zijn. Maar ik ben wel afhankelijk van wat meerdere ondernemers. Dus ik zou graag zien dat inderdaad een Albert Heijn of de MT open zijn.
En zodra die open gaan, dan ga ik daar graag in mee. Nee, wij gaan deze zondag niet open. Ik weet toevallig dat het centrum wel open gaat aanstaande zondag. Die zal open zijn tussen 12 en 5 's middags. Ik moet gewoon vrij zijn voor de mensen. Voor de winkeliers is het, voor de kleine winkeliers is het niet zo geweldig. Maar grote supermarkten, waarom niet? En je hebt mensen die werken op zondag. En dan, of door de week. En dan kunnen ze op zondag misschien boodschapjes doen. Maar ik vind gewoon, het moet open. Want het is 2015. Dus gewoon meedoen. De medewerkers in de winkels hebben uiteraard ook zo hun eigen standpunt. Ik kan alleen zeggen wat ik daar zelf... We hebben een enquête ingevuld een tijdje geleden. Hebben ze gevraagd of we dat wilden doen. Dat heb ik inderdaad persoonlijk zelf ook gedaan. En daarin heb ik voor mijzelf vermeld dat ik het... in die onzin vindt omdat we genoeg tijd hebben om boodschappen te doen. En waarom die zondag? Het is goed dat we mensen een rustdag hebben. Ik vind het eigenlijk wel prima. Zondag is een vrijdag voor mij. Dan kan ik gewoon werken. Ik denk erover na, zo van het verdient extra. Ik moet daarbij wel toegeven dat ik snap voor de ondernemer, dat heb ik toen ook toegelicht, dat het voor hun wellicht wel aantrekkelijk is. Zeker ook in de moeilijke tijden om toch die zondag daar wel bij te pakken. Dus daar heb ik wel alle respect voor. Ondernemers in Bennekom hebben naast de zondagsopening in Wageningen nu ook met die van Ede te maken. Volgens de heer Van den Twil is het concurrentievervalsing. Ja, wat is mijn standpunt? Ik praat niet alleen over mijn stand, maar ons standpunt is van... wij zitten hier in het prachtige dorp Bennekom met een hele mooie middenstand. En wij hebben dus de afgelopen jaren gemerkt dus dat er omzet afvloeit dus richting Wageningen. En sinds afgelopen zondag is de openingstijden zijn ook voor het centrum van Ede... geopend de winkels en wij zouden dat ook graag in Bennekom willen hebben. Want onze consumenten uit Bennekom, ja, die gaan naar Wageningen of naar Ede. En dan moet u natuurlijk niet denken, dus de 100%, maar een groot aantal inwoners dus van Bennekom, dus die niet in de gelegenheid zijn, om welke reden dan ook, die niet in de gelegenheid zijn, dus op zaterdag of vrijdagavond te winkelen, die gaan op zondag winkelen, hetzij in Wageningen, maar sinds afgelopen zondag ook in Ede. Welke stappen denkt u te gaan ondernemen? Ja, welke stappen? Dat is misschien iets te groot. Wij hebben dus een gesprek. Ik heb een gesprek aangevraagd dus met de burgemeester van Ede, de heer Van de Knaap. Ik heb hem telefonisch heb ik hem hier uitvoerig over gesproken. Hij heeft mij verwezen dus naar de gemeenteraad. En binnenkort hebben wij een afspraak met de fracties van de gemeenteraad, van de partijen dus die voor zijn voor de openingstijden op zondag. De positie van het college van BMW is deze zaak dat men een raadsbesluit uitvoert. De raad is verantwoordelijk, de raad is het bestuursorgaan in deze. En het college voert alleen een, ja, als dagelijks bestuur, laat ik zeggen, het besluit uit. Het standpunt van de gemeente Ede bevestigt de woorden van de advocaat. Het college is verplicht een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad, dat een meerderheid heeft gekregen, uit te voeren. Kan schade eventueel verhaald worden? Ja, de schade kan inderdaad verhaald worden. Het is mogelijk dat zelfs bij rechtmatige besluiten namelijk schade verhaald kunnen worden. Schade die namelijk onevenredig zijn, die kunnen namelijk in Nederland gewoon verhaald worden. Mijn advies is aan de desbetreffende heer dat hij een schadeverzoek gaat indienen op grond van artikel 3-4 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat betekent namelijk nadeelcompensatie. Nou, dat is misschien wel een beetje een groot woord, aansprakelijkheid. Het gaat namelijk om gerechtigheid en het gaat over de eerlijke concurrentie. En wij zien hier natuurlijk dus in deze mooie gemeente dat er heel veel afvloeit dus naar Wageningen. Daar hebben wij al jaren last van. Grote aantallen consumenten die zien wij winkelen dus in Bennekom. En die willen wij graag terug hebben in Bennekom. En dus nu de gemeente Ede dus de mogelijkheden heeft gegeven aan het centrum dus van Ede, vinden wij ook dus dat wij hier in Bennekom de eigenlijk gelijke rechten moeten hebben dus met Ede. Burgemeester Kees van der Knaap reikte woensdag 22 juli de erepenning van de gemeente Ede met de daarbij behorende oorkonde uit aan mevrouw Wildeburg Schoenmaker ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag op 6 juli. Zij kreeg de onderscheiding als blijk van waardering en erkentelijkheid voor haar verdiensten voor de Edese gemeenschap tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Lies Wildeburg Schoenmaker was de echtgenote van verzetsman Henk Wildenburg. Ede Stad meldde onlangs dat een onbekend aantal personeelsleden van Niso Food Research ontslagen wordt. Dit werd door algemeen directeur Ad Juriaanse bevestigd.
De gemeente Ede heeft een duidelijke mening over het belang van het NISO. Het NISO is heel belangrijk voor ons. Eigenlijk in al mijn speeches over food zeggen we hier dat kennis in Ede zit op het gebied van voedsel. En NISO noem ik dan altijd als een van de vlaggenschepen die kennis in huis heeft. Over het aantal ontslagen wilde de heer Juriaanse niet zeggen. Wel verklaarde hij dat er in de loop der tijd bij het Testinstituut voor Voedingsproducten wat extra activiteiten zijn ontstaan die buiten de kernactiviteiten vallen. Daarom worden deze nu beëindigd. Het is jammer dat het zo loopt, maar ik ga ervan uit dat het niet zo goede besluiten neemt om gezond te blijven als onderneming. Bennekommer Hans Dorrestein staat op de longlist van de Jan Wolkersprijs. Op 18 oktober wordt de prijs voor het beste Nederlandse natuurboek uitgereikt tijdens een speciale uitzending van Vroege Vogels, tijdens de Dag van het Natuurboek in de Artusbibliotheek in Amsterdam. De Jan Wolkersprijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuurfonds en de Volkskrant. Via de perspectiefnota wordt 1 miljoen euro bezuinigd op het beheer openbare ruimte. Ja, openbare ruimte is eigenlijk alles wat je om je heen ziet in Ede. Aan grasvelden, aan beukenhagen, hier om mij heen. Speelplaatsen, al dat soort dingen. Dus je komt uit je woning naar buiten en je kijkt om je heen. En je ziet groen om je heen. Dan is dat de openbare ruimte. En het beheer ervan, het knippen van de heggen, het maaien van het gras. Dat hoort allemaal onder het groenbeheer. Ook de speeltuinen. Ook de speeltuinen. Het onderhoud van de speeltuinen hoort er ook bij. Zo'n forse ingreep moet grote consequenties voor de burger hebben. Toen wij vorig jaar moesten besluiten waar gaan we bezuinigen. Want we hebben 6-7 miljoen moeten we zien te vinden in onze eigen begroting om te bezuinigen. Hebben we gezegd, als we het kwaliteitsniveau nu lager doen van de openbare ruimte. Van het gras en van het beheer van de perken. Dan kunnen we daar miljoenen bezuinigen. Maar dan krijg je een situatie, nou als u naar Wageningen gaat, dan zul je zien dat die op het kwaliteitsniveau zitten waar wij naartoe wilden gaan. Een lager kwaliteitsniveau. Wat we nu hebben gedaan is, je blijft rekenen van is dit nodig? En uiteindelijk bleken we wat meer geld uit Den Haag te krijgen. En we hebben de rekensom nog een keer gemaakt. En nu bleek dat we toch ruimte hebben om die bezuiniging niet door te voeren. En daar ben ik wel heel blij mee. Dus eigenlijk, antwoord op je vraag, we gaan er niets van merken, want we gaan die bezuiniging niet doorvoeren. Daar is lang aan gewerkt. Dat mensen denken soms dat we er niks aan doen. Maar je krijgt zo'n ecologische berm niet zomaar. Eigenlijk in Ede hebben ze een beetje de mooiste ecologische bermen van Nederland. Want als je kijkt naar de soortenrijkdom die in onze bermen staat, is enorm. Van planten, maar ook van insecten. Er is mij verteld dat we 160 verschillende soorten bijen in onze bermen hebben zitten. Ik wist niet dat er zoveel verschillende soorten waren, maar ja, die zitten in onze bermen. En dat is omdat we het beheer zo goed doen dat die beesten daar allemaal in kunnen leven. Twee keer per jaar maaien we. En een stukje groenbemesting ook voor de grond. Dus er wordt heel goed over nagedacht op welke manier je dit moet doen. En natuurlijk moet je uitkijken met veiligheid. Hè. Als het te hoog wordt en je zit in een bocht, zodat een auto een fiets niet kan zien. Nou, dat zijn plekken waar we wel maaien. Of waar we juist de eerste meter kort houden. Zodat we niet met veiligheid in het gedrang komen. Maar er wordt heel goed gekeken naar de bermen. En ik zou zeggen tegen alle Edenaren, geniet eens van de wilde bloemen die daar allemaal staan. En kijk eens ook naar die bermen, want we zien ook dat er een hele opvolging is. Ik kan heel verhalen over die bermen, maar dat is een hele opvolging van de soorten die je hebt. De beginnende bermen waar we net begonnen zijn, vind je de klaprozen. Die verdwijnen na een tijdje als een berm al veel langer ecologisch is. En dan krijg je weer hele andere soorten bloemen. Er zijn initiatieven waarbij de burger zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor onderdelen van het groenbeheer. Met het wegvallen van de extra bezuiniging is dit wellicht niet meer echt nodig. Ja, dat is heel hard nodig. Want die bezuiniging, dat is meer het werk wat wij doen. Het vegen van de straat, het onkruid uit de straat weghalen. In plantsoenen het onkruid weghalen, dat zijn dingen die de gemeente doen. Daar wilden we op gaan bezuinigen. Dus dan zou je meer zwerfvuil zien, je zou meer onkruid in de straat zien. Dat blijven we doen zoals we deden. Maar daarnaast moeten we nog steeds wel bezuinigen. En het zou heel mooi zijn als mensen zeggen, weet je, ik kan wel een stuk van die taak overnemen. En dat kunnen we als bewoners zelf wel. Dus dat blijft heel hard nodig. Ik was afgelopen week in Harskamp, eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Daar in het midden tussen wat woningen is een vijver. Nou, die vijver zag er niet mooi uit. En bewoners zeiden, wij willen graag een fontein. En toen heeft de gemeente gezegd, weet je, we gaan eens even kijken. Als jullie nou die vijver onderhouden en het gras eromheen en de bloemperken daaromheen, zetten wij er een fontein neer. Nou, dat is gebeurd. 17 gezinnen om die vijver heen onderhouden.
het hele openbaar gebied daar. En de vijver. En ze ruimen het vuil op. En ze zorgen dat de perken goed onderhouden worden. Maar ondertussen hebben ze wel een fontein gekregen. De trapakkers aan de Paasbergenweg naast het gemeentehuis zijn oorspronkelijk engen, zoals elk dorp aan de Veluwezoom die vroeger had. Vrijwilligers in traditionele kledij bewerken het land al jaren met het doel het oorspronkelijke karakter te behouden. Er worden uitsluitend oude rassen geplant en gezaaid, bijvoorbeeld spelt en mosterd. Wij zijn hier nou bezig met een van de mooiste tijden van het jaar, het oogsten van de akkers. En speciaal vandaag zijn we dus de hele dag bezig met het maaien met een zelfbinder van de akkers, van de trapakkers. Want vanmorgen zijn we al begonnen met de twee akkers van, die we in de vallei hebben. We hebben eerst de rogakker hebben we gehad en de tarweakker. En we zijn het nu aan het afmaken met de speltakker. Van de week ook al met het rooien van de aardappels. Dat gebeurt op elke dinsdag morgen van 9 tot 12. En dan zijn ze ook dus te koop. Net bij het gemeentehuis omhoog. Daar de trapakkers. En dan heb je daar het soort Frieslanders. Een middelvroege aardappel. Een lekkere aardappel. Mooi bloemig. Goed kokend. Ja, en dat is voor een euro per kilogram. De mosterd die wordt niet geoogst, die is nog niet rijp. Dat is denk ik over 14 dagen. Heideprinses Erika de 40ste heeft samen met burgemeester en wethouders in het voorjaar zonnebloempitten geplant. We hebben hier een hele mooie rij zonnebloemen staan. He, beginnen al te bloeien en kunnen straks gebruikt worden met de wagens in de Heideweek van de trapakkers. En eventueel ook nog voor de mensen van de smaak van Ede van Vergog. Er worden antieke machines bij het oogsten gebruikt. Een fraai voorbeeld is de zogenaamde zelfbinder, die het oogsten aanzienlijk makkelijker maakt. De manier van de zelfbinder die kwam naar de aflegger. Want dat hebben we deden we het eerst met de paarden ervoor. Maar dat kunnen we niet meer organiseren. Op zaterdag 8 augustus is het trapakkersdag. Bij de Concordia-molen schuin tegenover Cultura zullen het zogenaamde dorsen en vlegelen gedemonstreerd worden. Op de markt zullen dan ook producten afkomstig van de trapakkers aangeboden worden.